waar ik naar geïnteresseerd ben is, als u deze geur nodig hebt, zegt het dan helemaal niets? Doet het helemaal niets opkomen in u? Hooiberg. Hooiberg. Jong meisje, boerderij. Ik kom uit Amsterdam Centrum. Oorspronkelijk. Dus als jong meisje mocht ik op vakantie naar een boerderij. En dan mocht je, dat was hooiseizoen, hè, juli. Okay. En dan mocht je in de hooiberg spelen. Wow. Spelletjes doen. Nou, en later associeer je dat. Als met droog weer gras gemaaid wordt, heb je ook die zoetige hooigeur. Mm-hmm. En dan denk je weer, hé, dit is warm weer, lekker, gezellig, veilig. Dit is niet deze. Dit is die. Dat is voor u eucalyptus. Eucalyptus. Dat is een koele geur. En als u eucalyptus zegt, als u deze nou ruikt, welk beeld krijgt u dan mee als u dat Een bos in Frankrijk waar ik een keer gelopen heb, een eucalyptusbos en ook een groot bad. Ik ga vaak in bad met eucalyptus en er komen mooie ideeën bij mij boven en als ik dan uit bad kom ga ik die ideeën uitwerken. Kun je misschien vertellen? Als ik in zo'n bad ga liggen, dat is lekker warm, daar ontspan je. En zo'n eucalyptus, die maakt je adem open en je gedachten helder. Okay. En dan kom ik uit bad en dan ga ik hard aan het werk. Ja. Want wat is uw achtergrond? U heeft communicatie gedaan. Dus hier zit ook een manier van communiceren in, tussen geur en het beeld wat u heeft. Ik heb een keer een vriend op visite gehad en het was midden in de winter. Dan schenk ik meestal Lapsang Sao Chong thee. Ja, dat is thee uit Tibet, Nepal. Ja. Okay. En die zei, dit heb ik 20 jaar niet geroken. Wat is dit vreemd? Er kwamen bij hem allerlei beelden van vroeger boven. Okay. Inshallah, في المستقبل كون جميع دول العالم في امان خاصة هذه المنطقة امستردام في زينير ان امستردام دوس ان شاء الله كلنا يد في اليد ونعيش في السلام والسلام الامان الصحة والسلامة السلام عليكم السلام عليكم يلا السلام عليكم Meer contact met mensen. Heb je het gevoel dat mensen weinig contact met elkaar hebben? Sorry? Heb je het gevoel dat mensen minder contact met elkaar hebben? Jazeker. Ja? Ja. Weet je hoe ik dat komt? Ik ben iets anders gewend. Ik kom uit Montenegro en daar ken je iedereen vanaf klein tot groot of heel lang terug ken je oma, opa van iedereen. En, familie van jou. Dat is ook zo. En hier, ik weet niet wie woont naast mij of... Nou, ik ken deze jongen, die woont tegenover mij in de gezinsen van het huis. En ik zie nu voor het eerst een naam. Henry heet hij. Dus kan ik hem ook eens zo aanspreken. En ik zie dat hij gek is op dieren. En dat wist ik niet. Ik weet dat hij van Ajax houdt, omdat hij altijd die wedstrijden volgt. En daar praten we over. Maar het is een werkstuk over dieren. En nooit over dieren gepraat? Nooit over dieren gepraat. En dan, dit is ook een buurman van mij. Welke? Dat is hij daar. Ja. Dat is Ton Steenbergen. Ik mag je nu.
En volgens mij is die tuinman. Ik ga dat eens aan hem vragen, want hij heeft heel veel met planten en beesten en bloemen. Mijn droom is vanmiddag verder werken aan een klok waar ik mee bezig ben. En nu loop ik met mijn jongens op het Lambertus Zuidplein, omdat ze dat ook leuk vinden. Maar ik zou eigenlijk liever toch thuis knutselen aan mijn klok. Zo gaan die dingen in het leven. Hoe heet jij? Ik heet Mustafa. Ah, Mustafa. Mijn huis is verbrand. Oké, Mustafa, waar kom je vandaan? Ik kom van Gisbert. Oké, en je ouders? Ouders ook. Niet uit Turkije? Nee, wij zijn in Turkije gekomen. Oh, jullie komen uit Turkije. Met wie speel jij hier meestal? Ik met iedereen altijd. Vind je dat leuk? Met ja, ik altijd leuk vinden. Ik altijd leuk vinden. Oké, ja. Dit is jouw vriend? Nee? Ja, want dit is mijn bestie. Ja, mooi, hè, ja. Firma. Dag meneer, hallo. U speelt lekker zo ja, gezellig met de kinderen. Met de kinderen, ja. Is het uw hobby of? Ja, zomer. Of gewoon even leuk met de andere kinderen? Ja, ik heb goed schaak. Dan. Mijn droom voor ja. deze wijk zou zijn dat mensen de projecten voor elkaar krijgen die ze willen doen. Dat mensen hun creativiteit kwijt kunnen. Op een sociale manier met elkaar kunnen omgaan, daarin een bepaald geluk vinden en dat dan weer delen met mensen die dat misschien minder makkelijk voor elkaar krijgen. Dat vind ik een heel mooie droom. Ja. Echt hoor, ja, ja. Dat denk ik dat heel mooi is. Want er zijn mensen die het wel voor elkaar krijgen, mensen die het niet voor elkaar krijgen en als je dat kan delen, jouw manier, hoe je dat hebt geleerd dat je het wel kan doen. Als je dat kan vertellen aan iemand die het misschien niet zo makkelijk voor elkaar krijgt, dan help je mensen. Samen met elkaar kunnen leven, in harmonie, hè? Met elkaar in contact treden, samen dingen ondernemen, buurt veiliger maken, schoonhouden. Hè? Met elkaar kunnen we dat bereiken. Dat is mijn droom. Nou heel graag zou willen en wat nu nog niet zo is. Een piraat robot eiland. Een piraten robot eiland. En hoe zouden we dat voor elkaar krijgen dan? Ik weet niet. Nee, wat zit er op een piraten robot eiland? Een eiland met een vulkaan. Met een vulkaan? Ja.